Goedemorgen. Zou ik van jullie een lekker ontbijtje mogen? Ik ga er intens van genieten. Ik neem jullie zo mee in mijn ochtendroutine. Na het douchen begin ik altijd met de huidverzorging. En ik vind het heel fijn om eerst mijn gezicht goed schoon te maken. Dit voelt altijd heel chill en ik vind het ook altijd belangrijk om goed je nek mee te nemen. Anders krijg je later zo'n rimpelnekje en een heel mooi gezicht. Dat is ook heel raar. Rock en roll of toch wel burgerlijk? Rock en drol is ons leven op het moment. Dat is een mix van rock en roll en burgerlijk. Die van binnen zijn we gewoon heel burgerlijk ingesteld. Hoe ziet een standaard ochtend voor jou eruit? Lekker op tijd wakker worden, de kleine uit bed halen en dan gaan we met z'n drieën richting het stadje gaan we lekker een koffietje halen. Want zij zegt ook als eerste, gaan we lekker bakkie halen papa en mama. Zij zorgt ook voor de kneuterigheid in ons gezin. Voor extra hydratatie gebruik ik een serum. Om er extra wakker uit te zien gebruik ik een oogcreme. En die helpt dus tegen donkere kringen en wallen. Zijn ze al weg? Nu ik 30 ben ik toch wel meer bezig met het verzorgen van mijn huid. En toch wel anti-rimpelig ben ik aan het denken. Dus ik vind het ook wel belangrijk om een anti-aging te gebruiken. En dit is ook weer extra hydratatie en verzorging van de huid. Ik ben gelijk 5 jonger, misschien nog 10. Ben je zelfverzekerd? De ene dag wel en de andere dag niet. Het is gewoon, ik ben heel erg hormoonsgevoelig. Dus ik ben gewoon de helft van de maand ben ik heel onzeker. En de andere helft voel ik me heel lekker. Ik denk dat iedere vrouw ook wel heel erg onzeker is over uiterlijk. En gewoon die standaard vrouwendingen waarvan ik af en toe denk, waarom heb ik zo'n stemmetje in mijn hoofd? Ah, je hebt daar een pukkel, al je kringen en dit zit niet goed en dat. En dan denk ik, wat vind je mooi aan jezelf? Ze zijn heel kort en klein, maar ik ben wel blij met mijn benen. Want ik heb wel een soort van goed gevormd been. Vind ik zelf. Glamour of doe maar lekker normaal? Nou, ik hou er wel van om lekker helemaal all the way out te gaan. Maar mijn dagelijks leven kom ik daar gewoon niet aan toe. Dus ben ik gewoon lekker normaal. Wat normaal is. Mijn skinroutine is niet compleet zonder een goede SPF. En dit is sowieso omdat ik heel gevoelig ben voor de zon. Maar het is ook echt heel goed tegen rimpels. Of het nou winter is, of lente, of zomer natuurlijk. Ik vind altijd als je verzorgde wenkbrauwen hebt en je walletjes een beetje bij hebt gewerkt, dan ben je eigenlijk gewoon al klaar voor de dag. Mijn huid ziet er wel echt heel gezond uit, want ik heb van mezelf best wel een droge huid. En met deze producten blijft het gewoon heel erg glowy ofzo. Ik vind het echt heel fijn. Omschrijf jezelf als moeder. Ik heb echt een heel vrolijk, raar kind. Dus ik vind het juist wel heel leuk om, het niet zo serieus te nemen. Natuurlijk heb ik wel regelmaat voor haar en verzorg ik er goed. Niet dat ik er helemaal aan haar lot overlaat. Maar eigenlijk heb ik dat wel een beetje gedaan de eerste tijd. Ik laat haar heel erg en ik volg haar maar een beetje. Want op die manier ontdekt zij wat zij wil ontdekken en ga ik dat niet voor haar invullen of bepalen. Eigenlijk ben ik wel een relaxte moeder, denk ik. Maak me niet zo druk. Om dat soort dingen. Wat wilde je vroeger worden als klein meisje? Nou, als klein meisje wilde ik echt altijd graag zangeres worden. Ik wilde altijd wel op een podium staan of in de picture eigenlijk. Dat ambieerde ik wel. Op een gegeven moment moest je natuurlijk naar school en dan leer je van je moet een studie doen. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik maar de PABO doen of zo. En uiteindelijk is het gewoon een mix geworden van alles. Nou jongens, ik ga lekker naar huis. Jullie ook. Of jullie zijn nog thuis. Ik ga lekker naar mijn schatjes toe en me aankleden. Vond het gezellig, doei!